Er zijn verschillende medicijnen die de gewrichtsontsteking kunnen remmen, waardoor blijvende schade voorkomen kan worden. NSAID's, zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac of indomethacine, verlagen de koorts en verminderen snel de pijn. De doorbloeding neemt af, waardoor roodheid en zwelling minder wordt. Bij langdurig gebruik remt het ook de ontsteking zelf. NSAID's remmen het eiwit cyclooxygenase, ofwel COX, dat zorgt voor de aanmaak van prostaglandines. Prostaglandines zorgen voor het pijngevoel en koorts. Daarnaast veroorzaken ze roodheid en zwelling doordat de doorbloeding toeneemt. Corticosteroïden zijn geneesmiddelen die zijn nagemaakt van het bijnierschorshormoon. Corticosteroïden werken ontstekingsremmend. Ze kunnen direct ingespoten worden in het ontstoken gewricht, of je kunt ze slikken als tabletten of drank. Corticosteroïden werken snel en krachtig. De ontstekingsreactie wordt geremd, waardoor ook toename van de doorbloeding en de ontstekingscellen minder wordt. De zwelling en de roodheid van het gewricht nemen af. Corticosteroïden spelen een belangrijke rol in de afweer en hebben ook effect op de werking van je hart. De afbraak van vetten, het suiker- en zoutgehalte in je bloed en je bloeddruk. Ze helpen ook tegen stress. Bij een hoge dosis corticosteroïden kun je op korte en lange termijn last krijgen van diverse bijwerkingen. D-Marts hebben een gunstige invloed op JIA. Ze kunnen beschadigingen van het gevricht voorkomen of beperken. Metotrexaat vermindert de afweerreactie en remt de celgroei en ontsteking. Sulfasalazine remt ook de ontsteking, maar is minder krachtig. Leflunomide remt de ontsteking ook en kan een alternatief zijn voor metotrexaat. d werken pas na langere tijd, weken of maanden, echt goed. Klachten als pijn, stijfheid en zwelling nemen af. d worden gebruikt om de gewrichtsontsteking te remmen. Soms zorgen ze zelfs voor een periode van herstel, remissie. Waarin de ziekte niet actief is. Je kunt bijwerkingen hebben als misselijkheid, maag-darmklachten en hoofdpijn en ook kan de werking van de lever verminderen. Bij JIA zijn er verschillende ontstekingscellen actief, zoals antigeen-presenterende cellen, T-cellen, B-cellen en macrofagen. De ontstekingscellen worden geactiveerd of juist geremd door eiwitten die we cytokines noemen. De geactiveerde T-cel maakt cytokines aan die B-cellen en macrovagen kunnen activeren. De geactiveerde B-cellen maken bij JIA antilichamen tegen lichaamseigen eiwitten. Activering van de macrovagen zorgt onder andere voor de aanmaak van andere cytokines. Zoals tumornecrosefactor alfa, TNF alpha en interleukine 1 IL1 en interleukine 6 IL6. Al deze reacties samen zorgen voor verdere ontsteking en afbraak van het weefsel. Chondrocyten die zorgen voor de aangroei van kraakbeen worden afgeremd en osteoclasten die zorgen voor botafbraak, worden gestimuleerd. In biologicals zitten eiwitten die gemaakt zijn in levende cellen of bacteriën. Het zijn nieuwe medicijnen die alleen per injectie worden gegeven. Biologicals kunnen de werking van cytokines, zoals de tumornecrosefactor alfa, TNF alfa en interleukines remmen, waardoor de ontsteking vermindert. Infliximab, adalimumab en ethanercept zijn voorbeelden van TNF alfa remmers zij binden aan TNF alfa waardoor het niet meer kan werken. Bij systemische JIA zit er veel IL1 en IL6 in het plasma en synoviaal vocht. De biological anakinra zorgt ervoor dat de synoviale ontsteking niet erger wordt door op de bindingsplek van de IL1 receptor te gaan zitten. Tocilizumab Stopt op dezelfde wijze het IL6-signaal door aan de IL6-receptor te binden. Er zijn ook biologicals die zorgen dat de T-cellen niet actief kunnen worden of dat de B-cellen worden opgeruimd.